Hallo, hallo, hallo mensen. Welkom bij een nieuw deel van Assassin's Creed, namelijk deel 3. Het is eigenlijk deel 4, maar nummer 3 van de playthrough. En we gaan weer spelen waar we geëindigd waren. En dat was bij het Havana waar we waren aangekomen met de boot. Dus we gaan zeker beginnen na de intro. Okay, people, let's go to work. Ja, en Assassin's Creed is een spel waarin je dus een sluipmoordenaar bent. En dat kennen we eigenlijk, Assassin's Creed. Wie kent Assassin's Creed niet? Een heel belangrijk spel. En voor de mensen die het niet weten, ik vind het zelf een heel belangrijk spel. En waarom? Omdat het heeft toch iets nieuws gecreëerd, vind ik. Ja, iets nieuws in de gaming history, vind ik. En dat was eigenlijk vanaf Assassin's Creed 1 was dat al heel erg duidelijk te zien. Volg steden, Bonnet. Hallo meneer, staat u lekker te tekenen? Daar één boot, ja dat klopt zeker. En hebben we nog meer boten? Ja, daarachter staat er nog één. En die grote, die is van mij. Ja, die mag u even noteren. Dank u wel. En hier allemaal skeletjes, want ze haten piraten. Dit doet me echt denken aan Pirates of the Caribbean. Omdat, piraten werden eigenlijk soms opgehangen. En die werden dan op het eiland gehangen, zodat mensen die met een schip langskwamen... Die zagen dan die piraten dood liggen en dat was een teken van kom niet hier dichterbij of dit gaat ook met jullie gebeuren. Loren, Loren. Rob papagaai. Maar dat hoort er ook bij inderdaad. Hallo meneer, wat verkoopt u allemaal? Specialiteiten vis, wij hebben zalm, wij hebben allerlei soorten. Het zwemt niet weg, het is allemaal goedkoop kopen. Ik koop helemaal niks even, want we gaan even die man volgen, dat is mijn missie. En waar die heen gaat, niemand weet het. Maar hij heeft een pakketje bij zich. Je kunt persoonlijk verdedigingsmiddelen aanschaffen. Ik zou zelf een mes kopen. Het roestige mesje is waardeloos. Roestige mesje? Pardon, excuse me. Dat is geen roestig mes. Daar heb ik wel even een paar soldaten. Daar heb ik jou wel mooi mee bevrijd met dat roestige mesje, meneer. Jongen, jongen. Beetje stoer aan doen nu. Nu ik je bevrijd heb, maar net piept hij anders, hè? Nou, oké, ik koop er wel één. Hallo, meneer. Koop 2 zwaarden. Vooruit. Die roestige, oké. Ik ga kopen. Gaan we kijken wat hij heeft. Zwaarden sets. Oké, we kennen zwaarden. En we hebben genoeg geld om eigenlijk een duur zwaard te kopen. En ik zit dan gelijk te kijken naar een Frans klein zwaard. 3000. Kijk, heb ik dan net geen genoeg geld voor. Maar ik moet natuurlijk 2 zwaarden kopen. Dus ik weet niet, ik kan dit zwaard kopen en dan wat duurdere. Maar deze heeft meer schade, zie ik nu. En dat is eigenlijk, die 800 is even goed als deze. Nou, dan koop ik die. Ik denk dat ik die van 800 maar gewoon even koop. Bevestigen. Een Britse korte mes. Zeg ik dat goed? Nou goed, ik heb ze gekocht. In ieder geval een nieuw zwaard hebben we. En nou moeten we hem weer volgen in de stad. Gaat u maar. Verdraaid, we zijn verkeerd gegaan. Oh, jongens. Ja, toen die tijd, in 300 jaar geleden, had natuurlijk nog geen routeplanner. En dat is een beetje een nadeel. Bereikt de top van de kerk. Oké, we moeten de kerk gaan beklimmen. Wat grappig, want het is best wel een aardig groot kerkje. Althans, dat ziet er wel naar uit dat het een groot kerkje is. En ik zie alweer van die handvaartjes waar we onszelf aan kunnen vastklemmen. En waar zouden we ons nu aan kunnen klemmen? Aan het dak, natuurlijk. Ah, we zijn bijna boven, joh. Dat gaat zo snel. Huppakee. Hij is een hele goede assassin-klimmer. Nou, gaan we nog hoger. En dan kunnen wij een beetje zien hoe groot dit eruit ziet. Hier kan men laten zakken. En dan kunnen wij een synchronisatie doen. Nee, niet vallen. Nee. Ja. Ja, klim. Zo. En hier kunnen we synchroniseren vanuit de uitkijktoren. En dan zien we een gedeelte van de stad. Die dan uiteindelijk op de map verschijnt. En ik zie daarachter een beetje gebergtes. En dat doet me een beetje denken aan zo'n Vanish sfeer. Oh. Dodenspoor. Is dat een dodenspoor? Moet ik hem? Pak en beroof de zakkenroller. Oké. Okay. Random. Oké, we gaan nu achter hem aanrennen. De zakkenroller. Ik krie hem wel.
Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom, 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 kom. Kom op, kom op. Springen, sprinten, sprinten. Kom op, kom op. Rennen, rennen, waar is die? Waar is die? Hij rent daar, hij rent daar. Ik ben er bijna, ik ben er bijna. Hij duwt allemaal mensen omver. En ik doe dat ook. Net zo goed. Oh, nee, nee, kom op. Hij gaat ook een beetje assassin uithangen nu, zie ik. Oh god. Kom op, kom op. Ik kan beter, jongens. Ik kan beter. Waar is die? Waar is die? Oh, daar gaat hij. Daar is die. Oh, ik heb hem doodgemaakt. Oké, dat was waarschijnlijk niet de bedoeling om hem te doden. Maar in ieder geval, hij is nu wel goed. Oh, hier staat die man al. Mooi zo. Nou. Ik had hem niet zo moeten doden, denk ik, achteraf. Rum voor al. XXX. XXX. Ik zeg maar niks. Volgens mij is hij dronken. Ja, die is dronken. 100% ligt hij daar dronken. Usemates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking gob or I'll fill it with shot, you hear me? So? Edward, is it? Ooh. Yeah, bastard. Hey, I warned him. Au, 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 au. Oh, er komt ruzie, jongens. Er komt ruzie. En van ruzie komt een gevecht. En laten we eens eventjes een aanval doen op die gast. Sla de aanvallers in elkaar. Huppakee. Tegenaanval. Om tegenstander te pakken. Oh, zo. Oké, met B. Twee keer B. Nog een keer. Om tegenstander te pakken, druk je op B voor een tegenaanval. Oké, gooien. Zo dus, oké. Okay. Even leren, jongens. Dit is een soort vechten, joh. Er zit een soort vechtsysteemetje in. Sla de tegenstanders in elkaar. Graag. Oeh, die was niet nice. Oké, gebruik een rookbom om te selecteren. Moet u gelijk, we zitten nou echt gelijk in de paniek. Gebruik een rookbom en wegwezen. Kom op jongen, ik kan niet eens wegwezen. Kom op, kom op. Oké, nou moeten we wegwezen jongens. Ik heb een rookbom gegooid en dat betekent dat die gasten die achter me aan zitten, die moet ik nou even heel snel kwijtraken. Dus we gaan eventjes gewoon dit dingetje in. Een soort van... Ik moet uit het gebied, jongens, uit het gebied. Oké, okay, missie voltooid. Nou, dat is mooi. 80%. Haal de zakkenruiden onderuit. Dat hebben we niet gedaan. We hebben hem gelijk vermoord. Beetje stom, maar dan nog wel 90% voor deze missie. Nou, dat is wel netjes op zich. We hebben 1 van de 8 uitkijkspunten, 0 van de 6 moordcontracten, maar dan komt dat we natuurlijk net bezig zijn met deze allereerste missie die we hebben voltooid. Nou, we gaan naar het tweede en ik zie gelijk dat er een hoofdje staat en ik denk dat dat een doodscontract is. Nou, kunnen we dat even gaan doen, een doodscontract? Klinkt allemaal heel vrolijk allemaal. Ik bedoel, ja, een assassin heeft dat gewoon al eenmaal. En ik zie hier ergens dat we dat wel kunnen accepteren. Denk hier beneden. Hoppakee. Kan zoals in de bloemetjes, zie je dat? Oh, nu zie ik door de bloemen het bos niet meer. De huizen niet meer eigenlijk. En hier zit ergens zo'n skelettenmannetje. Even kijken hoor, waar zit hij? Interactie.
Oké, deze gaan we doen. Een contract. Er ligt een contract in. Oh, en een duifje. En mijn gezicht is nog steeds onder het bloed. Ik ben flink, ze hebben me flink te pakken gehad, jongens. Even kijken. Moord Doelwit, de Spaanse commandant. Klinkt heel creepy. Maar daar gaan we natuurlijk even naartoe. De Spaanse commandant. En er staat ook met een rood skelethoofdje staat hij op de mapkaart. En het is de bedoeling dat we daar naartoe gaan. Zo, en ik duik er gelijk in. Wauw. Ik denk dat we in een verboden gebied moeten zijn. Aangezien er... Ja, we moeten hier in een verboden gebied komen. Denk ik. Ik laat nog even één keer voor de zekerheid kijken als ik op de map kijk. Edward en... Als het goed is moet ik daar inderdaad zijn. Oké, dus we moeten eigenlijk in een gebied komen waar we niet mogen komen. Dat is vervelend. Maar het is niet anders. Dus ik wil het eigenlijk via de daken wil ik het proberen. Dan ga ik kijken of er niemand op die daken zit. Daar zit een mannetje op die daken boven. We gaan even kijken of we een paar mannetjes kunnen vermoorden. Onopgemerkt natuurlijk. Hè? We kunnen niet zomaar zeggen van we gaan het doen zonder dat iemand me ziet. En we hebben gelijk een verboden terrein. Ja, ik weet het. We mogen hier niet komen, jongens. Oh, nee, nee, nee. Hij zag me niet, hè? Nee, 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 nee. Iemand heeft je gezien. Shit, shit, shit. Dat mag niet, jongen. Dat mag niet, jongen. Nee, 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 niet schieten. Oh, ik ben... Nee, 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 nee. Kom op. Ik ben hier zo slecht, jongens. Ik ben hier echt heel slecht in. Ik weet ook niet mijn wapenstrek. Ik weet het gewoon echt niet. Ik weet het niet. Hoe pak je je wapens? Hoe pak je die wapens? Ik heb toch een zwaard of zo? Zwaarden. Ja? Juist. Oké. Zoek je Doelwit. Waar is die? Volgens mij staat hij daar. Oh, hij schoot op me. Denk het net. Kan ik niet in een hooibaal komen? Daar. Daar zit een hooibaal. Daar moet ik proberen in te komen. Let op. We gaan even heel snel handelen. Dat ze ons niet zien. Dan ga ik proberen in die hooibaal te komen. Daar mag me niet zien. Nee, hoe? Zo. Oké, we zitten hier veilig, hoop ik. En de moordenaar loopt. Even kijken, staat. Voor mij zit hij daar ergens binnen of zo, lijkt het net. Huppakee. Dat was de eerste. Kunnen we nog iemand. Die kunnen we pakken daar? Want die zit met zijn rug naar me toe. En die. Die wordt even moeilijk. Fluiten misschien? Misschien komt hij, hopelijk. Oké. Ik heb hem gedood. Oké, dit was mooi. Nu moet ik wegwezen. Nee, wegwezen. Oh, dat vind ik zo lastig, jongens. Om hier weg te wezen. Want ik vind die knoppen zo lastig soms. Ik vind het echt lastig knoppen. Soms. Maar nou moet ik even wegwezen, jongens. Nou, dit vinden ze niet leuk. Dit vinden ze niet leuk. Oh, ik ben zo'n noob. Ik voel me echt een noob in dit spel. Dat komt omdat ik speel het echt veel te weinig. Assassin's Creed. Het is ook niet echt heel erg mijn game. Maar dan vind ik het juist een heel erg groot doel om gewoon te proberen. Ik weet niet of het nog steeds... Ik word nog steeds gezocht, heb ik het gevoel. Bevrijd de piraten. Klinkt heel erg een op tijd missie. Ik ga maar gelijk naar het uitroeptekentje. En hopelijk word ik niet meer gezien. Ik weet nog wel dat ik vroeger altijd van die wanted posters moest trekken van de muur. En dan werd ik minder bezocht. Ja, klinkt heel raar minder bezocht. Dan werd ik niet gezocht door die vervelende... Gasten, soldaten. Een hond! Hallo, zwerfhondje. Oh. Dat had je ook bij deel 3 dit. Interactie met honden. Leuk, joh. Nou, die is braaf. Stel je voor dat hij in je benen bijt of in je grote teen. Ja, ga een beetje... Kijk, hoor. Nou, gaan we even in het water... Ik zie daar een muntje. Daar wil ik even naartoe. Een geluidsmuntje op de mapkaart. Jullie zien hem ook? Hier zo onder de grond heb ik het gevoel. Of in, onder de grond in het water. Dus we moeten even ongezien zwemmen, denk ik. Kunnen we naar beneden? Nee. Hier bovenop misschien. Zeemansliederen. Achtervolg en pak de bladmuziek om je bemanning nieuwe zeemansliederen te leren. Wat?
Zeemansliederen? Oh, daar. Kom terug. Zeemansliederen. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? La la in the morning. Ja! Zeemanslied. Ik heb een zeemansliedje. En dan kunnen we gelijk door naar de missie. Leuk joh. Bladmuziek. En mijn suiker. Sequence 2. Sequence 2. Sorry dat ik zo snel weg was, maar er is een heel groot probleem. Ik wou koffie zetten en mijn suiker was weg. Dit is mijn schuld. Allemaal mijn schuld. Alleen maar door die suiker. Ach, maak je niet druk om die suiker. Maak je niet druk. And where have they gone? Having the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is wee-mailed down. Ik vind het wel raar dat je echt meteen al, ja, dat is wel vet op zich, maar je zit meteen al in die moorden, hè? Je zit meteen in die, in de problemen in het spel. What, in my drawers? We'll see what happens. Dat vond ik wel een voordeel bij deel 3, Assassin's Creed 3, dat je, het duurde heel lang voordat je eigenlijk de echte grote missies kreeg. En dat vond ik eigenlijk heel vet. Arendsoog. Met arendsoog kun je interessante elementen zien. Dieren en vijanden worden rood weergeven. En doelwitte en doelen goud. Druk op LW om je arendsoog. Oké. Okay. De arendsoog. Nou, de rode zijn de bad guys. En de gele moeten we achtervolgen. Schaduwen. Achtervolg de wachters. Nou, dan moet je wel een beetje op afstand blijven. Voor als je ze niet leidt de wachters af met ingehuurde danseressen. Grappig. Oh, chips. Ze mogen me niet zien natuurlijk. Ik moet ze afleiden met danseressen. Waar zijn die danseressen, jongens? Even kijken, dan moet je misschien het arendsoog gebruiken, zo. Waar zien wij danseressen? Daar zijn we danseressen. Hallo danseressen. Ik kom al aan. Inhuren. Kom snel, meiden. Snel, 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 meiden. Nog 6 seconden. Nog 6 seconden, kom op. Nee, nee, nee. Oh. Ik moet wel snel naartoe, jongens. Anders gaat mijn tijd voorbij. Dus we moeten nou snel... Kom op, ingehuurde meisjes. Echt heel droog. Die gasten zien me nu niet. Omdat er allemaal dames omheen lopen die ik heb ingehuurd. Dat zijn de danseressen van het prachtige korps. Zo. Zijn dus de danseressen. Een hele aparte naam. En we kunnen hier even wachten. Wachten, meiden. Kom op. We zien een donker meisje. En hiervoor een beetje een... nog een beetje een getint meisje. En twee blanke. We kunnen wel verlopen. Oh, de tijd. Ik heb de tijd niet eens gezien. Kom op, meiden. Kom op. Oké, wat moeten we nu doen? Afleiden. LB. Ga ze hem afleiden. Kom. Oh la la. Oh, die wachters vinden dat wel leuk natuurlijk, hè? Rennen, 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 anders kan mijn tijd voorbij. Oh! Ik mag ze niet uit het oog. En hoe kunnen we daar nou weer komen dan? Ja. Ik kan ze in de mes... Zal ik ze steken? Nee, dat gaat niet goed komen dan. Ik doe het! Oh my god. Nee. Oh nee, dat is niet ontdekt. Ja, oh, dat ging niet goed, jongens. Ik zat even in het nauw. Ik ben ontdekt. Ik was wel heel gaaf, die kill, zeg. Wauw. Oh, dat was heel vet. Mensen, wie weet hoe het verder gaat, kijk in de volgende aflevering. Dan gaan we zeker wedden met Assassin's Creed. Bedankt voor het kijken. En tot ziens.